Het is de hoogste tijd voor. Ook deze week zitten we weer bovenop het nieuws. Oké, en wie gaan we bellen, Rob? We gaan bellen met een Lelystadse horecaonderneming waar we nogal eens kritisch over hebben getweet. Ja, dat is waar. Kleeds Lelystad. Ja. En dat mag. Ja, ik heb zelfs ooit een keer een aanvaring gehad met eigenares. Oh god. Ja, nog en ik ben een keer weggelopen. Ah, okay, zo lang duurde. We zijn ook altijd, als er iets positiefs is... Daar zijn we er ook bij. Daar zijn we er ook bij. Ja, dat is waar. Dus okay. We gaan nu bellen met Le Journal. Oké. Want ze hebben iets gewonnen. Nee, ze hebben iets niet gewonnen, maar ze hebben iets leuks. Ze zeggen, oké. Nou, we gaan het aanhoren allemaal. Van, we gaan bellen met de eigenaar, heb ik begrepen. We gaan met Merlijn gaan we bellen. Met Lindeman, zegt u. Goedenavond, spreken we met Merlijn? Ja. Hallo Merlijn, met Radio Lelystad. Bovenop het nieuws. Lelystad. Ik denk, ik heb Sean van Jamin aan de lijn. Nee, geen Jamin. Nee, die is dicht. Die heeft geen stroom. Dat klinkt een beetje hetzelfde. Oh, dan klinkt hij ook beroerd. Zit hij ook al in de holing? Hé, maar we spreken wel met Merlijn, hè? Ja, dat spreken we. En jij bent van Le Journal. Dat klopt. Ja, en even voor alle duidelijkheid, Le Journal is natuurlijk wat voor categorie moet ik dat zien? Een Grand Café of zo? Of, wat is dat nou eigenlijk? Een Grand Café restaurant is het. Oké, en dat zit bij het station? Bij het station. En jullie hebben ook nog een onderneming, geloof ik, in Hilversum, klopt het? Ja, we hebben ook nog een onderneming op de Groest in Hilversum. Op de Groes, oké. Okay. Eigenlijk precies hetzelfde concept. Dus. Eventjes, als eerste, is er alweer stroom bij jullie? Wij hebben niet zonder stroom gezeten. Dus. Alweer een ondernemer die niet zonder stroom heeft gezeten? Nee, maar wij komen uit een ander stroompunt. Dus, gelukkig. Oh, oké. Hoe had je dat nou opgelost als je geen stroom had gehad? Ja, daar kunnen we niks oplossen, want daar kunnen we niks. Je hebt wel gas om te koken in ieder geval, toch? Ja, als de afzuiger het niet doet, dan staat de gasklep dicht. Oh ja. Er valt er heel weinig te koken. Ja. En Jamin had wel last van de stroom? Die hebben we de hele dag last van de stroom gehad, ja. Ja, oké. Nou ja, het is triest om te horen, zeg maar. Er stond een elektriciteitskast in de fik, had ik begrepen. Dus. Ja, klopt. Ja. Er kan er een keer wat verdiend worden in het armzalige zender, en dan wordt er nog niks. Ja. En deze weer stroomstoring. Er was een braderie, hè, dus. Ja. Het kwam wel slecht uit. Ja. Hé, maar Marlijn, vertel. Want we bellen je niet zomaar, want er is wat aan de hand met Le Journal. Wat is er gebeurd? Nou, wij zijn in de Trust Top 100, binnengekomen op plaats 93. En van de 25.000 aanmeldingen. Ja. Is het natuurlijk voor ons helemaal niet verkeerd. En helemaal niet voor een stad als Lelystad. Oké. Dus je zegt 25.000 aanmeldingen? Ja. En jullie op 93? Plaats 93. Oké, en waar wordt dat op beoordeeld dan? Eigenlijk alles. Service, producten wat je biedt, de uitstraling van het terras. Oké. Ja, echt een totaalbeeld van de hele terrasbeleving. En moet je jezelf opgeven of hoe werkt het? Ja, iedereen kon zich aanmelden, zeg maar. Via de Horeca Nederland was dat gegaan en via de MISET-leden. Konden ze zich aanmelden voor de Terras Top 100. Dus dat van, ik wil daar graag in meedoen. En ook als zodanig gecontroleerd worden. Daar is toen bij voorcontrole een selectie van 600 van gemaakt. Mm-hmm. En die 600 die zijn wat frequenter gecontroleerd. En daar is uiteindelijk de Top 100 uit naar voren gekomen. Okay, dus jullie worden echt gecontroleerd door officiële controleurs? Nou, we hebben 3 controles gehad. Oké, dus er is zo'n mystery shopper, zeg maar, zitten op het terras? Oké. Maar dat is dan niet voor... We hebben ook keurig een heel rapport van gehad. Oké. En waar, op welk punt scoorden jullie nou het allerbeste? Service. Eigenlijk het allerbeste. Oké. En het slechtste? Het slechtste, ja goed. Dat was een beetje de ligging van het terras. Kijk, je hebt ook terrassen die liggen heel mooi aan bijvoorbeeld aan de Lek. Of ja. Een andere mooie rivier. Ja, die krijgen dan wat meer punten voor de ligging. Ja. Ja, dat is iets, dat kunnen wij toch nooit... Nee, maar ja, op zich zit je toch... Voor Lelystadse begrippen zit je toch op een moordplek? Jawel, maar goed, kijk, je krijgt wel 6 punten aftrek als zodanig. Dus, ja, okay, omdat er geen water is. Of niet in een bosgebied zit of niet in een watergebied zit. Je hebt toch een mooie terrein hier langs rijdt? Ja, nee, wij vinden ook dat we absoluut heel mooi zitten. Daar zijn we absoluut niet ontevreden over. Zeg, Merlijn, jullie hebben echt een geweldig terras. Het ziet er hartstikke leuk uit. Maar nu hebben wij, misschien volg je ook wel eens Twitter... hebben wij wat andere ervaringen gehad. Het was niet dit jaar, maar wat jaartjes terug en zo. Nou, ik heb het verleden jaar zomer gehad dat ik een bak koffie bestelde... dat ik gewoon bijna 10 minuten heb moeten wachten. Toen ben ik me opgestapt, hoor.
Dat klopt. Nou, kijk, we zijn 2,5 jaar geleden begonnen. En natuurlijk als je een nieuwe zaak ergens neerzet, dan heb je minimaal een half jaar tot een jaar nodig om überhaupt enige vastigheid in je team neer te zetten. Ja. Dus zogenaamd het kaf van het koren scheiden, zou ik maar zeggen. Mm-hmm. Ja, en dan moet je gaan bouwen met je team. Ja. En, kijk, uit het feit dat we nu na deze controles op deze plaats geëindigd zijn, dat betekent dat we gewoon in onze ogen heel goed bezig zijn. Ja. Natuurlijk zijn er altijd punten voor verbetering vatbaar. Dat, maar goed, die blijf je altijd houden. Alleen de grote lijnen, die staan nu denk ik goed uit. En ik denk dat de mensen in Lelystad dat ook duidelijk kunnen merken. Dus als ik nu bij jullie op het terras ga zitten, dan loop ik me niet meer te ergeren. Ik mag aannemen van niet. Nee, wij streven naar een zo goed mogelijke service voor iedere gast. Ja, want je komt ook niet zomaar op plaats 93 binnen. Nee, dat leek mij ook niet. Ja. En stel nou voor, ik wil een hapje eten. Hebben jullie zo'n drie gangen menukaart of zo? Wat bieden jullie allemaal? Drie gangen concept eigenlijk afgestapt. Omdat wij het idee hadden dat mensen dan het idee hadden dat ze per se drie gangen moesten eten. Dus wij hebben nu alles los geprijsd. Alle gerechten. Heb ik ook vorige week in de krant afgedrukt, die menukaart. Ja. En dat is eigenlijk het goedkoopste drie gangen menu is 14,50, als je dat bij elkaar zou nemen. Ja, en dan het duurste ongeveer 22,50 met de duurste gerechten. Dus de prijzen zijn eigenlijk hetzelfde als de oude prijzen. Alleen nu kunnen mensen ook zeggen, wat ik wil graag twee voorgerechten. Ja. Of ik wil alleen een hoofdgerecht eten. Waardoor we dus de drempel wat verlaagd hebben. Ja, en hebben jullie nou zeg maar ook nog in je team besproken, zeg maar, nou, we staan nu op de 93ste plaats, zeg maar, voor het terras. We gaan er nu aan werken om zeg maar toch volgend jaar, want ik neem aan dat het elk jaar opnieuw gekozen wordt, zoiets. Om zeg maar volgend jaar nog wat lager in die lijst te komen. Nou ja, dat is wel ons streven natuurlijk. Kijk, wij zijn doelbewust natuurlijk ook door de negatieve ervaringen van de mensen in Lelystad, die onder andere door Twitter naar voren gekomen zijn, mm-hmm. hebben wij steeds een verbeteringsslag proberen te doen. Ja. Maar kijk, er zijn enorm veel kinderziektes door de jaren heen geweest, want aan het begin hadden we een verkeerd handheld-systeem wat niet goed werkte, waar de communicatie te traag van was, waardoor je dus heel veel vertraging krijgt. Mm-hmm. Nou goed, dan moet je weer investeren in een nieuw handheld-systeem. Nou, dat hebben we nu eigenlijk voor elkaar en zo stukje bij beetje. Ja, en een handheld is zeg maar waar je dan zeg maar bestelt? Ja, waar je zo'n computertje waar je buiten de bestellingen mee doet. Oh ja, ja, ja. En maar jullie hadden toch al. Jullie hadden al een hoe noem je dat? Een restaurant in Hilversum. Daar had je daar toch al ervaring op gedaan? Nee, daar hebben we geen handheld systeem, omdat we hebben 50 terrasstoelen in Hilversum. Ja. En dat is eigenlijk niet nodig om dan op die manier. Ja. Op te nemen. Ja, maar als je nou zo leest, want je kaart het net zelf ook aan, in het verleden is het toch wel met de aanloopprikkelingen, zijn er toch wel wat negatieve dingetjes getwitterd, zeg maar, hè, door klanten. Trek je dat aan, zeg maar? Of zeg, nou ja, weet je, het is niet anders. Ik trek me wel wat aan, alleen de eerlijkheid gebied te zeggen, wat mij daarin bevreemd heeft, is A, natuurlijk dat je relatief weinig respijt krijgt mm-hmm. van de mensen. Ja. Er zijn mensen die zijn aan het begin één keer geweest en die hebben gezegd van nou, dat is zo'n vervelende zaak, daar kom ik nooit meer. Terwijl ja, de beginmaanden waren al helemaal de moeilijkste maanden. En kijk, ik moet eerlijkheidshalve zeggen dat ik in Hilversum dit soort kritieken nooit gehad heb hoor. Dus het is in onze positie, we waren natuurlijk het grootste drag van Lelystad. We lagen ook wel heel erg onder de loep. Mensen hadden eigenlijk onvoldoende referentiekaders. Nou, wij moeten eerlijk zeggen, we hebben het meerdere keren geprobeerd. Hè? Ja. 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 Nee, maar dat, kijk, het is eigenlijk nu pas sinds een jaar dat ik kan zeggen van nou, we hebben het eigenlijk wel aardig onder controle nu. Ja, oké. Nou goed, goed om te horen in ieder geval. Nog één ding. Ja. Jullie, het ziet er van binnen fantastisch uit. Alleen die balletjes moet je eens afstoffen. Ja, nou ja, die balletjes die bij de ingang gaan ze in het najaar weg. Oh. Want dat is gewoon geen doen. Dus daar. Maar daar was je zelf achter gekomen al. Ja, maar ja, kijk, een interieurbouwer die ontwerpt iets. Ja, maar ik vind. Niet vergeet na te denken hoe je het onderaan moet doen. Nou, eigenlijk is het hartstikke zonde, want ik vond het hartstikke mooi staan. Als je moet alleen afgestoft worden. Maar kijk, daar aan het begin is het niet te doen. Bij de entree. En die anderen die zijn afgestoft hoor. De balletjes achterin bij de toiletgroepen en in het midden bij de ophoging. Maar we gaan het controleren. Die zijn gewoon keurig schoon. Alleen bij de entree is het helemaal dichtgemaakt met glas. Oh, ja. Ja, en dat is zo'n helskerwei om dat te doen. Maar die gaan we weghalen. Daar wordt een mooie bankpartij ingebouwd, gelijk links om de hoek. Oh, okay. Zodat het ook weer gewoon een aantrekkelijke hoek is om te zitten. Nou, okay. Merlijn, je bent een soort tovenaar eigenlijk. Ja, nou ja, we doen ons best.
Ja, de naam zegt het al, hè. Goed, Marlijn, in ieder geval bedankt voor het gesprek. En we gaan zeker, we gaan de Lagenaal gaan we zeker volgen. En controleren. En ook zeker zelf nog even kritisch controleren. Ik ga weer een bak koffie bestellen. En laten we afspreken dat we elkaar volgend jaar weer bellen. En dan sta je zeker ergens, ergens begin 80 of zo. Dat is wel ons streven. Ja, toch? Laten we daarvoor gaan met z'n allen. Helemaal goed. Oké, okay, groetjes, hè. Fijne avond, heer. Oké, groetjes. Bye, bye. Hoi. Ja. Ja. Yeah. Zo zijn wij ook wel weer natuurlijk. We zijn ook kritisch, maar we zijn ook, als het goed is, dan zeggen we ook dat het goed is. Ja, natuurlijk. Ja. Ik ga zaterdag een bak koffie bestellen. En ik ga precies de tijd opnemen. Nu gaat hij zaterdag er extra op letten, ja? Marlijn. Ja, dus natuurlijk. Je moet niet komende zaterdag dat doen. Nee. Er hangen natuurlijk nu straks zaterdag hangen de foto's van ons in die zaak voor het personeel. Als jullie die zien, die drie bloedzuigers, dan gaan jullie rennen. Jullie laten alles uit je handen vallen. Jullie gaan rennen voor drie mannen. En jullie geven ze geen korting. Nee. Ja. En een extra koekje erbij. Natuurlijk. Oh ja, extra koekje erbij. Ja, maar weet je, het is op zich, weet je, moeten we trots zijn dat er toch mensen zijn, ondernemers, die zeg maar dit allemaal durven te ondernemen in Lelystad. Want het is een moeilijke stad om te ondernemen. Het ziet er hartstikke leuk uit en het eten is prima. Dus, alleen die aanlopen, dat is vreselijk. Nou ja, laten we dat vergeten. Oké, jongens, we gaan muziek draaien. En dan gaan we zometeen bellen uit de krant, de advertentie van de week. Advertentie van de week. En wie weet, heb jij nog leuke berichtjes op jouw witte papiertje? Altijd, altijd. Daar draait de show erop, op mijn schouders, op dat papiertje. Toch? Ja, wie is er ook weer jarig vandaag, jongens? Kom straks voor jou. Zo.